Je bent hier gelukkig weer op de berg, maar wel met de onzekerheid of je er volgend jaar weer bij kan zijn. En je bent zelf heel nuchter, dus je zegt van ja, eerst zien en dan geloven. Je zit natuurlijk in een emotionele rollercoaster. Is er iets wat je de mensen nog wil meegeven? Je staat nu op het podium, dus ik zou zeggen van ja, pak je kans. Oké, dankjewel. Ja, ik heb 6 jaar geleden een boek gelezen en dat gaat over de Big Five for Life. En de Big Five, dat zijn eigenlijk de 5 dieren die je moet gezien hebben op safari in Afrika. Maar dat is dan, in dat boek wordt eigenlijk beschreven de 5 dingen die je moet doen, zien of beleven in je leven. En er is een hoofdpersoon in dat boek en eigenlijk de hoofdpersoon die leeft zijn leven. En aan de hand van die 5 dingen wordt hij echt enorm gelukkig. En bij mij staat bijvoorbeeld mensen inspireren of geïnspireerd worden. Ik vind het enorm gaaf om mensen te inspireren. En dat is ook de reden dat ik ja heb gezegd om hier te zitten. Die hoofdpersoon die komt ook uiteindelijk te overlijden in het boek. En die mag naar de hemel. Maar als hij naar de hemel gaat, dan komt hij niet in de hemelpoorten tegen. Maar een museum. En hij kijkt verder in het museum. En in het museum, dat is zijn museum. Zijn leven staat in dat museum. En hij kijkt even rond en hij denkt, ja, wat staan hier allemaal voor vervelende dingen in? Waarom heb ik dit niet beter gedaan? Want eigenlijk elk ding wat je doet in je leven hier op aarde, dat komt in jouw museum. En als je alleen maar hele gave dingen doet, wat echt onwijs bij je past, dan komt je museum vol te staan met fantastische dingen. En als je boven bent, dan mag je rondleidingen geven in dat museum. Dus heb jij een hele saaie baan en doe je dingen die je echt niet leuk vindt, ja, dan moet je daar rondleidingen geven. En dan is het daarboven ook echt niet leuk. Want je moet elke keer vertellen over de saaie dingen die je in je leven hebt gedaan. Dus zorg ervoor dat je echt elke dag doet wat je onwijs gaaf vindt, wat bij je past. Als je twijfelt om de Alpe d'Huez te fietsen, doe het gewoon. Doe wat je het allerliefste en het allergaafste doet. Dan ben je echt de allerrijkste persoon op aarde. En dus dat is mijn boodschap dat ik mee wil geven.